is dit? Wij, en dan bedoel ik een select groepje van 11 influencers, bepalen wat groot gaat worden. De vraag is, doe jij mee? Ja, graag. Wij hebben online dus alle macht in handen. Au! Dat is onze geheime ontmoetingsplek. Heel vet. En alleen wij hebben toegang. Via die chip? Juist. Vandaag moeten we over 3 dingen gaan stemmen. Dus leg je vinger op de iPad. Oh nee, het is zo erg. Wat? Wat is er? Hij is dood. Gistermiddag is Dylan Hagens, Nederlandse populairste YouTuber, plotseling overleden. De 28-jarige Dylan is vooral bekend om zijn top 10 video's, die stevast meer dan 1,5 miljoen views kregen. Een hartstilstand werd de jonge vlogger gisteren fataal. In het hele land is met afschuw en ongeloof gereageerd op dit nieuws. Maar ja, tuurlijk, Dylan was natuurlijk ook lid van het geheime genootschap. Dank dat jullie allemaal zo snel konden komen. De reden dat we bij elkaar zijn gekomen is helaas erg verdrietig. Zoals jullie weten is Dylan gisteren plotseling overleden. Jullie zullen vast wel begrijpen dat hij lid was van het geheim genootschap. Wat is er nou precies met hem gebeurd? Ik bedoel, een hartstilstand op die leeftijd zonder dat hij ooit problemen heeft gehad. Dat is toch raar? Dat is ook raar. En daarom beschouwt de politie dit als mogelijk verdachte situatie. Wat bedoel je daarmee? Dat het niet uitgesloten is dat Dylan is vermoord. Rustig, 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 rustig. Niks is nog zeker. Maar feit is, Dylan had geen hartproblemen. En om dan op je 28ste zomaar dood neer te vallen, dat is zeker verdacht. Ik had van de week ook ineens een heel raar gevoel. Alsof mijn hart op hol sloeg. Wat bedoel je precies? Wat voelde je? Met Marije? Ik sta letterlijk hier, hallo. Ik kom eraan. Zo lang heeft hij toch niet te wachten. Hier, kun je even... Ja, oké, thanks. Oké, ik loop even om. Ja. Hey Tess, thanks als je me gaat helpen. Geen probleem. Ik heb het zo druk en ik moet ook nog die Scary Mouse Challenge gaan filmen. Oh, maar die is best grappig. Die heb ik vaker voorbij zien komen. Hoezo moet je die doen? Voor de views. Oké. Nou, laat maar weten wat ik kan doen. Ja, ik ga dus op die schommel zitten en dan kan jij elke keer een shirtje aangooien, oké? Oké, en het leuke daaraan is? Dat zie je vanzelf wel. Ja. Work in progress. Oké. Hey guys, supergoed dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jullie denken waarschijnlijk, waarom zit je in de speeltuin? Nou, dat komt omdat mijn huis geverfd wordt, dus daar kan ik niet filmen, want het stinkt. In ieder geval, ik heb een nieuwe video voor jullie vandaag en het gaat natuurlijk weer over kleding. Ik heb namelijk een heleboel geshopt en dat ga ik natuurlijk laten zien. Dus, Tessa, kom maar door. Het eerste item is dit grijze t-shirtje. Beetje tie-dye, beetje... waarom niet? Oké, we gaan door. Dan gaan we naar het volgende shirt. En dat is dit witte shirt. Het leuke is dat mijn huis dus deze kleur blauw-paars wordt. Dat deed me helemaal denken aan huis. En dan hebben we nog... Het volgende item is dit... Auw! Mar, gaat het? Nee. Ah, nee, dit is echt niet goed. Oh, dat heb ik echt nog nooit gehad. Het voelt echt alsof mijn hart gewoon uit mijn borstkas bonkt. Kom, we gaan naar de eerste hulp. Mijn auto die staat hier al op. Oh, kan je lopen? Ja. Kom. Waar staat die auto? Nou, toen zaten we dus bij de eerste hulp. En eigenlijk ging het toen al beter. De dokter nam me ook niet heel serieus.
Hij zei dat hij dacht dat ik een paniekaanval had. En dacht je dat zelf ook? Nee, no way. Ik heb wel eens een paniekaanval gehad in een vliegtuig toen we onwijze turbulentie hadden. Dat ik helemaal ging shaken en hyperventileren en dacht dat ik doodging. Dat was heel eng en naar. Ik heb het ook gehad. Een paniekaanval? Nee, die hartkloppingen. Precies wat jij vertelt. Het was heel plotseling en voelde echt heel eng. En toen ineens was het ook weer voorbij. Hebben meer mensen dit gehad? Nee, maar ik heb wel iets anders vreemds. Wat dan? Het klinkt misschien een beetje para, maar ik word gevolgd door een zwart busje. Fuck, wat is dit? Misschien was het gewoon toeval, maar het was echt raar. Wat eng! Oké, niet lachen. Maar ik durfde die nacht niet thuis te slapen en ging naar bellen. Naar mijn vriendin. Maar dan jongens, even ontop ik graag. We hebben mensen met vreemde hartkloppingen. Er is een vreemd zwart busje gesignaleerd. En, niet te vergeten, er is iemand dood. Misschien zelfs vermoord. Wat we kunnen en moeten doen, weet ik nu niet. Alert blijven. Dat sowieso. Verder zitten we met een heel praktisch probleem. We moeten een nieuw lid uitkiezen. Ik heb 4 opties en daar gaan we nu over stemmen. Dus leg je vinger op je iPad. We hebben de TikTokkers Casper Verma en Nina Schotpoort. En in de categorie programmamakers Jill en Daan Boom. Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer. Wees voorzichtig. Ja, hallo? Wat is er? Er staat een doos voor de deur, meneer. Een doos? Ja, een doos met uw naam erop. Hoe heet ik dan? Daan Boom van Betreden op Eigen Risico. Oké. Nou ja, ik had gehoopt dat je James Bond zou zeggen. Maar weet je wat, laat hem daar maar even staan. Of nee, gooi hem even omhoog, dat is makkelijker. Nou, bedankt hè. Hey, waarom hebben jullie eigenlijk die rare hanenkammen? Leeft u onder een steen of zo? Iedereen heeft er een op. Sorry, ik vind het leuk. Bedankt. Lulu, maak koffie. Maak koffie. Lulu, doe de gordijnen dicht. Gordijnen dicht. Chill, je bent de beste, Lulu. Dank je, jij ook. Ja, weet ik. Hahaha, grappig. Zo, lekkere bak, Lulu. I know. Lulu, zoek contact op met Daan Boom. Contact met Daan Boom wordt gelegd. Oh, wow. Je hebt ook echt een masker op. Ja, maar richt die camera even beter op je. En je hebt ook echt een stem vervormen. Nou, je hebt er wel werk van gemaakt, Tim. Ik ben Tim niet. Nou, de grap was al niet zo leuk. Het duurt nu wel erg lang. Dit is geen grap. Waarom denkt iedereen altijd dat dit een grap is? Nou ja, omdat je een masker draagt. En ik kreeg ook al een raar bericht over dat ik om 15:45 klaar moet zitten. Zou jij dat serieus nemen? Je zit er wel. Je hebt het pakketje ontvangen en je hebt het opengemaakt. Je zit hier ook op de afgesproken tijd. Ja, ik was wel nieuwsgierig.
dan zal wat ik je nu ga vertellen je ook wel aanspreken. Heb je wel eens gehoord van het geheim genootschap van influencers? Nou? Ja, maar dat is toch niet echt? Ik geloof daar niet dat in. Dat is dus wel echt en we willen jou erbij hebben. Jij bent uitgekozen. Hoe dan? Dit aanbod staat alleen nu. Wil je erbij of niet? Moet ik dat nu beslissen? Ja. Gaaf. Hanwee. Echt, joh? Welkom. Ja, ik had ergens nog verwacht dat het een grap van Tim zou zijn. Ik zei toch dat het geen grap was? Sterker nog, wat nu volgt is bloedserieus. En ik wil dat je hier heel goed naar me luistert. Ik luister. Je schiet de chip in. Dat geeft even een naar gevoel, maar... Gaat-ie? Ja, geen probleem. Ja. En één ding, hij kan er niet meer uit. Hoezo? Eens gechipt, blijft gechipt. Nou, lekker dan. En ik heb daar verder geen last van. Nee joh, we hebben het allemaal. Het is een klein bobbeltje onder je arm. Ik stuur je nu even een link met de voorwaarden, die moet je even accepteren. Als ik die nou eens even rustig door wil lezen? Ja, dat kan natuurlijk. Maar goed, het zijn gewoon voorwaarden, net zoals met een app. Stel niet zoveel voor. Oké. Oh, ik word niet goed. Rustig. Haal even diep adem. Nee, het gaat echt niet goed. Oh, shit. Daan! Daan! Zeg wat, Daan! Een ambulance. Ja, met spoed. Het gaat om Daan Bo. Leeuwenstraat 144. Kom jullie snel, want het gaat echt niet goed met hem. Ja, hallo, met Hanwee? Nee. Oké, nou, bedankt voor het bellen. Lulu, zoek contact op met lid nummer 8. Contact met lid 8 wordt gelegd. Ja, hallo? Ik moet je spreken. Nu, op onze vaste plek. Tot zo. We zijn toch alleen. Goed dat je er bent, man. Tuurlijk. Wat is er? Het gaat niet zo goed met Daan. Wat dan? Ik weet niet hoe ik dit moet vertellen, maar Daan is dood. Hoe? Dat kan helemaal niet. Ik was hem aan het introduceren zoals ik bij jullie allemaal heb gedaan. En letterlijk, op het moment dat hij die chip indoet, wordt hij niet goed. Ik dacht eerst dat hij ging flauwvallen. Omdat hij het toch allemaal best eng vond. Maar toen pakte hij zijn hart vast en viel hij om. Ik heb direct 112 gebeld, maar het was al te laat. Wat, dat is toch geen toeval? Dat denk ik dus ook. Twee gezonde jonge mensen die van het ene moment op het andere moment dood neervallen. En meerdere mensen hadden al problemen met hun hart. Dit is toch spooky? Iemand moet ons hebben. Ons genootschap. Iemand met een zwart busje. Maar waarom? Belangrijkere vraag. Hoe? Hoe vermoordt hij dit? Of zij, laten we niemand uitsluiten. Ja, oké, nou, hoe weet hij of zij de moorden steeds te plegen? Hoe weet hij of zij überhaupt wie wij zijn? Jullie weten dat niet eens van elkaar. Dat weet alleen jij. Je denkt toch niet? Nee, dat bedoel ik niet. Maar misschien heeft iemand je gehackt of is die je gevolgd. Want hoe weet de moordenaar dat je precies op dat moment met Daan aan het praten was? Lulu. Wat? Het zal toch niet? Wie is Lulu? Ah.
Wat doe jij hier? Jou verrassen? Hoe kom je überhaupt binnen? Wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt wel veel uit. Dit is mijn huis, je kan toch niet zomaar inbreken? Wat doe jij? Hey! Mijn vriend! Hallo! Rot ook maar op met het stomme clubje van je!